Yo, 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 zie mijn deken, broeder. Kijk, lekker dun toch? In de zomer weer, die kan gewoon lekker gebruiken, want het houdt niet heel warm. Maar, je weet toch, het houdt gewoon chill. De stof is comfortabel. Maar zie je de motherfucking kleuren, bitch? German, let's not fucking play with me, man! What the fuck? In mijn fucking vorige video, zaterdag 5 augustus, ik geef nog motherfucking shout-out naar deze bitch. Ik zeg, kom naar fucking Venner. Zelfde fucking... Dag, zie ik die fucking bericht dat je naar Bistex bent. Fuck! Stop playing with me, man! What the fuck, man? Wow! German bitch ass Lens, kijk wat door jou is gebeurd, man. Eerst die bitch ass Gökhan Gönül. Hij is een bitch, zijn moeder is kankerhoer. Maar dat boeit niet, oké, kan. Dan die bitch ass Janner. Oké, dat kan ook. Zijn moeder is ook een kanker bitch. Maar broer, waarom jij, man? Broeder, waar was je voor Fenner? Speelde hij voor Oranje? Speelde hij voor Nederland? Nee! Broer, voor verder was je stiff. Was je niet relevant, was je... You was irrelevant, broertje. Fucka, stop playing us like that, man. What you doing, broertje? German less, this is not good, eh? I tell you, you would not believe in. Why are you not believing, eh? Hij schreef op je Instagram page. Broeder, ga niet naar Besiktas, anders ben je kankst... Broer, je bent kankst, man! Maar broeder, je weet, een young savage. Deken is zelfs verder kleur. Dat ik kan niet met een bitch ass switch. Op mijn muur. Kan gewoon niet. Ik heb jouw fucking hoofd hier. En ik heb jouw fucking hoofd hier, man. And you play us like that. Shout out Jermaine Godlike. Maar Jermaine Lens is een kanker, bitch. Jermaine Lens, hè. Jermaine. Zie deze bitch? Hier, broer. Dikke spuug op je kankerhoofd. Kom, broer, kom. We zijn nog niet klaar. Jermaine motherfucking Lens. Motherfucking German Lens hier, man. German Lens, broeder. Crematie van German Lens en begraving. Broeder. Je ziet, broeder. Je bent weg van de motherfucking muur. En van deze muur. Plus je bent gecremeerd. Plus je bent begraven. You're done, mate. You're done. Maar dat is nog niet alles. Fuck Sunderland. En fuck PSV en al die teams waar je hebt gespeeld. For making you a bitch. Ik ga ze allemaal één voor één bellen. Ga ik zeggen, fucka. Waarom is motherfucking German Lens bij Besiktas? Why you a bitch? We beginnen met het oude team van German Bitch Ass Lens. Dus check aan neefje. Deze bitch ass Lens begon zijn fucking carrière bij VVA Spartaan. I'ma call them right now. Ik ga gelijk schreeuwen van what the fuck, waarom in motherfucking German Lens bij Besiktas, bitch? VVA Spartaan. Dus check. Goedemiddag, met Ellie. Hallo, is dit VVA Spartaan? Ja. Waarom de fuck is German Lens bij Besiktas, man? Je ziet, dat is één. Gang, gang. Niet fokken. Oké, dat was VVA, bitch ass Spartaan. Daarna ging hij naar Ajax. Daarna ging hij naar FC Omniworld. Skip, we skippen Ajax. En we gaan gelijk naar FC Omniworld. Die shit heet nu, motherfuck, Almere City. Dus ik ga bellen, ik ga eerst vragen van, yo, waarom is Omniworld geswitcht naar Almere City? En als ik weet dat dit Omniworld is, dan ga ik weer zeggen van, fuck, waarom is German Lens bij Besiktas? Check, ik heb hier een nummer van Almere City. Drink some water to bring the heat out. Wanneer is het te bellen, je weet toch? Hoezo deodorant, want je wil niet stinken als je belt toch? Vrouw Deo ontdekt, money gang. Goedemiddag, u bent verbonden met Almere City FC. U wordt zo spoedig mogelijk doorverbonden met een van onze medewerkers. Ik was op zoek naar FC Omniworld. Is dat nu Almere City? Ja. Wat is de reden dat dat nu veranderd is? Gewoon naamsverandering. En dat is de enige reden? Dus niet, weet ik veel, faillissement of zo? Nee. Het is wel dezelfde team, maar met een andere naam dus. Ja. Yeah. Oké, ik had een vraag. Ik zag op Wikipedia dat German Lens bij jullie speelde. Ja. Hij speelde ooit bij jullie en mijn vraag is... Waarom de fuck is hij nu bij Besiktas, man? Waarom zo stref? Jezelf, kijk. Ik zie deze bitch. Heeft ook gespeeld bij PSV, maar ik had PSV de nummer niet opgezocht. Vinde, call them right now. Eerst gewoon naar AZ, want hij ging ook van FC Omniworld naar AZ en niet van daar naar PSV. Dus volgende slachtoffer AZ. Alright, AZ gang in de belt zijn. Ach,
5 flip, broeder. Fuck Jermaine Lens, broeder. Check mijn waterfles, zelfs hier is Venner, man. Stop playing with me, man. Pull out with the swag update. Swag, vind ik al AZ. And tell them. 5 jaar lang speelt Jermaine Lens bij jullie. Hoezo is hij nu zo'n bitch? Dat ga ik vragen. En dit keer, ik ga ze misschien zelfs laten praten, je weet toch? AZ in the building. Hallo, is dit echt AZ? Ja. Ik had vragen over Jermaine Lens. Ik weet niet of die jullie kent. Ja, die ken ik. Die speelde rond 2005, 2000 tot 2010 toch bij jullie? Ja. Waarom de fuck is hij nu zo'n bitch dat hij naar Beşiktaş gaat? Ja, dat weten wij niet. Daar gaan wij helemaal niet over. Dat is een beslissing van zichzelf. Als hij ooit nog met hem in gesprek komt, zeg hem hij is een bitch. Hij moest blijven bij Fenner. Oké, zal ik doen. Oké, doei. Doei. Die is af. We houden het beleefd. Jij gang! Die vrouw is achter. Check. Jermaine Lens ging van AZ. Jaartje naar NEC. Maar skip NEC. Want NEC is een bitch. Ga gelijk door naar PSV Eindhoven. Ga hem bellen. Ik ga zeggen. Fuck aan mijn Jermaine Lens, Mattie. Nu, ik ga wel turned up. Want je weet toch. PSV is ook een bitch. We gaan zien, broeder. Hij heeft 3 jaar bij fucking PSV gespeeld. Maar in die 3 jaar tijd is hij een bitch geworden. Dus check. Nu is PSV aan de beurt. PSV Eindhoven. Shiki shiki, man. FTP voor zakelijke mogelijkheden bij PSV. Kies 6. Gewoon zakelijk. Bitch asses, neem niet eens op, man. Ga gewoon opnieuw proberen, bitch. Want misschien zijn ze niet op die zakelijke shit vandaag. Maar fuck, het is transferseizoen, dus hoe bedoel je geen zakelijke shit, broeder? Als iemand nu fucking Bergwijn of zo. Iemand wil Bergwijn nu kopen, 10 miljoen. Fucka, jullie zijn lekking. PSV, big ass club. Kank van kampioen, jullie zijn zo lekking in het zakelijke gedeelte. What the fuck, broeder? Stel, ik ben nu motherfucking baas van Chinese competitie of zo. Ik zeg, fucka, ik wil Bergwijn of zo. 10 miljoen, nu. Snel, snel, snel. ASAP vandaag nog. Ik wil hem contracteren en shit, kopen alles. En dan jullie zijn zo lekking. What the fuck, brother? Maar ik ga gewoon opnieuw bellen. Hallo met Jan 85 Flame. Ik had een vraag over Jermaine Lens. Kent u die? Ja, die ken ik. Die heeft bij jullie gespeeld. Mijn vraag is, waarom is hij zo'n bitch dat hij naar Beşiktaş gaat? Waarom laat hij Fenner in de steek? Terwijl hij zonder Fenner niet bij Oranje was. Sorry meneer, maar dan kan ik u niet meer helpen. Waarom niet? Dan, jullie zijn toch PSV, man? What the fuck, broertje? PSV, man. Big ass club. Jullie weten niet eens iets over Jermaine Lens, what the fuck, man. Hij heeft kanker 3 jaar zo. Hij heeft fucking 3 jaar bij jullie gespeeld. Jullie weten niet eens dat hij een bitch is, what the fuck, man. Kan toch niet, man. Hey, maar nu komt het belangrijkste. Speler makelaar. Dus als deze gast niet eens zegt waarom die een bitch is, dan niemand weet waarom Jermaine Lens een bitch is. Dus we gonna fucking call de speler makelaar van Jermaine Lens. Tell him, fucka, waarom is je speler zo'n bitch? Let go speler makelaar van Jermaine Lens. En kank veel andere spelers, dus ik ga eerst vragen, zijn jullie speelmakelaar van Jermaine Lens? Natuurlijk gaan ze ja zeggen, want ze zijn kank trots op een bitch als Jermaine Lens. En dan ga ik vragen van, yo fucker, waarom is jullie speler zo'n bitch? Waarom juke Jermaine motherfucking Lens ons zo in de rug, man? Zonder ons was je niet relevant. It was irrelevant, you feel me? Oké, speelmakelaar Jermaine Lens, let go dan. Broer, speelmakelaar zo lekker in vakken, man. Hoezo neem je niet op? Je bent spelermakelaar, check. Van kankveel spelers. Je bent spelermakelaar van Riedewald of zo. Van Karsdorp of zo. Van fucking Strootman en shit. Ik weet niet wat speelmakelaar is, maar fucka, ik ben nu eigenaar van Al Ahli. Ik wil zeggen, hey, fucka, ik wil Strootman nu 30 miljoen kopen. Nu vandaag nog. Pull up. Waar de fuck moet ik tekenen? Ik wil 30 miljoen nu. En dan zijn jullie zo lekker, fucka. Ik ga nog 1 keer proberen, speelmakelaar. Als hij niet opneemt, is hij een bitch. Ik ga nog door tot hij 5 keer die piep maakt. Fucka, jullie zijn om motherfucking niks. Maar either way, speler makelaar, jullie zijn kankstift. Hey, maar nu, ik ga nog Sunderland bellen. I'm gonna talk English to them, you feel me? They don't understand Dutch language. I'm gonna say to them, like, what a fuck, man? Why you loan out the German Lens to Beşiktaş? What a fuck?
You're second league. You need German Les, you loan him out. What's up with you, man? I wasn't saying that to them right now, but when I called them, I'm say that. You know what I'm saying? I'm going to call Sunderland now. I'm going to ask them, like, seriously. Like, what the fuck, man? Why German lands with the Besiktas? Why you land them out? You guys are in second division. What the fuck, man? Even preparation, you weet toch? Even this switch. Language switch. I'm calling Sunderland. Opgefokt die nummer, man. Fuck. You want some of my beer and chips? Fish and chips, man? I got the number. I know now how to call a British number. I got a right number and I'm going to call them right now. I'm going to ask them, like, why German Les moet Besiktas? Pull up with the Sunderland! Check. Annevaal! Fuck, hoe moet ik kank Brits nodig bellen dan? Oké. Ik heb nu denk ik eindelijk de motherfucking juiste nummer van fucking Sunderland. Fuck dat, Mr. Cordes. I'm going to call Sunderland now. I'm going to ask them, like, why you land out the German Les de Besiktas while you are in second division? What the fuck are you doing? You need good place to come back to Premier League? What the fuck you doing? Why you land them out then? He's kanker goed, hè? Are you ready, Sunderland? Say yeah! I'm going to call Sunderland now. Sunderland Football Club ticket office, the website at scfc.com. The home game against Leeds United is now on sale. Which is the game at Bury and Dav 4 for car parking and Dav 5 for safeguard. The following home games are now Adela. On sale. I'm gonna talk. I want to talk to you, mate. Sunderland, mate. What the fuck you doing, mate? Bro, what the fuck saying, man? Gee, what the fuck, man? Sunderland is op shiki ding. What the fuck, man? Ik bel, ze zegt fuck out. Voor dit ga naar deze website. Voor dit ga naar deze mail. Waar is Sustla? Hello, 85 Flame. I want to ask about German Lens. Do you know him? About who, sorry? Lens. I mean, you're staying to the events office. Do you know who, what department you're looking for? I just have a question, a simple question. Do you know him? Don't know who, sorry? German Lens. He's a player. I don't know. Kankeroer! Fuck, je bent klantenservice van. Hang het af, je bent klantenservice van Sunderland. Je weet niet eens of je echt speler. What the fuck, man? Ik ga de laatste keer bellen, maar dan andere shit. Proberen. Welcome to Sunderland Football. Als ze nu opnemen, ik ga gelijk schreeuwen. I'm sorry, I'm not in the office, but if you leave your name and number, I'll get back to you as soon as possible. Thank you. Hello, my name's 85 Flame with the big ass dick. You feel me? 85 Flame op Spotify en op iTunes, check al die shit. Swag. youtube.com/8tv. Swag. 85 Flame in the building. Woo! Swag! And fuck German Lens, want hij is kanker, bitch. Check. Je hebt kanker veel personen gebeld. PSV, Omniworld, all that shit. Maar ik heb nog steeds geen reden waarom German Les een bitch is. Ik ga nog één keer fucking Sunderland bellen. En nu, als hij opneemt, ik ga gelijk schreeuwen van why you fucking Les land down and shit. Welcome to Sunderland Football Club. Good afternoon, sir. Hello? Hello? Is it Sunderland? Yes. Why the fuck German Les? Big fucking up, bitch. Man, why you let him out, man? You're in the second division. Why you let him out? He's a good player. Why the fuck do you let him out to Besiktas after a fucking great season with Fenerbahce, man? Sorry, what the fuck? Why did you lend German Lens out to Besiktas? Why not Fener? I'm sorry, you've actually come here to the wedding department. Y'all are Sunderland. Why did you lend German Lens out to Besiktas? That's my only question. Yeah, but we wouldn't be able to answer that. This is the wedding department. I don't care, man. Y'all are Sunderland, man. Hoor je fluisteren? Did you want to book a wedding? Bro, I only want to know why did you land out Germain Lens? Well,
Y'all are in second division, man. You know you need good players to come back to Premier League. Why did you lend them out then? I'm sorry, unless you want me to do the wedding, I can't really help. Bro, I give you advice. If you're second division again, don't lend out your good players. Especially not German lads to the rival team, man! What the fuck, man? Oh, hey! Hey, all jokes aside, shout out Germain Lens. Hopelijk scoor ik kankerveel doelpunten. Hopelijk scoor je 0 tegen Fener. Hopelijk doe je niet een bitch move naar Fener, je weet toch? Hopelijk wordt je kanker niet kampioen. Hopelijk wordt Fener kampioen en kunnen we die beker zo in je reet stoppen. Maar waarom je bij Beşiktaş bent is gewoon bestuur van Fener is lekker. Daarom enige reden. Dus dat. Shout out Germain Lens. Dit was Young 85 Flame. Swag, 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 swag. 5 Flame op Spotify en al die shit. Abonneer op mijn YouTube, zeg ik weer de swag.